Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag ga ik echt iets super leuks doen. Ik ga jullie namelijk laten zien hoe je zelf eenhoorn chocola kunt maken. En dit is een ontzettend leuk en makkelijk recept. Dus laten we proberen om voor de like goal van vandaag de 10.899 te halen. Ik ben benieuwd of dat ons gaat lukken. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal. Het is echt super makkelijk en op die manier blijf je op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. Het enige wat je hoeft te doen is op de abonneerknop te drukken. En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken. En laten we beginnen. Oké, ik heb er ontzettend veel zin in en ik ga jullie laten zien wat je hiervoor nodig hebt. En het allereerste is bakpapier. Eigenlijk is het optioneel, maar het maakt het wel een stukje makkelijker. Daarna heb je sprinkles nodig en deze zijn in allerlei verschillende soorten vormen en kleurtjes. En ze doen me allemaal echt heel erg denken aan eenhoorns, dus dat is wel zo handig als je eenhoorn chocola gaat maken. Dan heb je ook kleurstof nodig en ik heb kleurstof in de kleuren paars en blauw, want zelf vind ik dat het allermooiste. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon andere kleuren gebruiken wat je zelf wilt. Het is jouw creatie. Vervolgens heb je witte chocola nodig. En ik heb dit in van die hele kleine chocolade, ja, stukjes. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een witte chocolade reep gebruiken. Alleen dit smelt ietsje makkelijker. En als laatste heb je allerlei dingen nodig, zoals kommetjes en bakjes en een bakplaat en vork en lepel en dat soort dingen. De allereerste stap is om uit te zoeken hoeveel chocola je nodig hebt. Dus hier heb ik mijn bakplaat voor me. Ik ga nu eventjes de zak met chocola openknippen en vervolgens hierin strooien. Oké, nou je wilt er dus voor zorgen dat de chocola echt over het hele bakplaat is verspreid. Maar er zit natuurlijk ook lucht tussen, dus het zal wel een stukje dunner worden dan dat het er nu uitziet. Dus zorg ervoor dat het wat meer is dan de ideale dikte van je reep. Dus ik ga er nog ietsje meer aan toevoegen. En dit verspreid ik een beetje. Ja, dat vind ik op zich wel prima. Dan ga ik nu het chocola verplaatsen naar de kom. Dus deze haal ik eventjes voor me. En dan ga ik het er vervolgens gewoon hierin strooien. Oké, het valt echt overal naartoe. Woe, het past nog maar net in de kom, jongens. En dan is het nu tijd om de chocola te gaan smelten. Het enige wat je hoeft te doen is in de magnetron stoppen. Op 45 seconden zetten op de allerhoogste stand. Vervolgens roeren. En als het dan nog niet is gesmolten, zet hem dan nog een keertje in de magnetron voor 15 seconden op de hoogste stand. En vervolgens weer roeren. En zo ga je door totdat het helemaal gesmolten is. Dus dat ga ik nu doen. Tadaa! Het chocola is gesmolten en het ging echt super makkelijk. Ga ik hier nu 2 bakjes bij halen. Zo, ik neem hier een schepje van en ik doe dat in dit bakje. En het maakt niet zo heel erg veel uit hoeveel je doet. En dan ook nog wat in dit bakje. En 3. En dan is het de bedoeling dat je deze 2 kleine kommetjes een kleurtje gaat geven. Dus ik ga eerst eventjes beginnen met deze kom. En die ga ik een paarse kleur geven. Dus ik pak mijn paarse kleurstof erbij. En dan doe ik daar een druppeltje paars in. En 1. En dan ga ik het vervolgens roeren. Dus yes, daar gaan we. Zo, ik hoop dat dit genoeg is. En tada! Oké, ik vind dat deze kleur nu wel goed genoeg is. Dus ik ga deze nu eventjes aan de kant zetten. En vervolgens ga ik de volgende kleur erin roeren. Dus dat wordt de blauwe kleur. Zo, 1. En nog een kleintje. En dan ga ik dat ook weer roeren met de achterkant van een lepel. En daar gaan we dan. Wow, deze kleur is echt super mooi. Oh my god. I love it. Het doet me echt heel erg denken aan eenhoorns met deze pastelkleur. En ik heb trouwens echt een hele leuke vraag gehad van een fan. Want zij vroeg, welk woord heeft je voorkeur? Een eenhoorn of een unicorn? En ik kan zelf eigenlijk niet zo kiezen, want ik vind alle twee de woorden wel heel erg leuk. Dus ik vraag me af welk woord jij het vaakst gebruikt. Het woord eenhoorn of unicorn? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En misschien kan ik dan eindelijk een keertje een keuze maken tussen de twee woorden. Nou, ik ben wel heel erg tevreden met deze kleur. Dus die ga ik ook nu eventjes aan de kant zetten. En de volgende stap is om je bakplaat erbij te halen. En daarop leg je wat bakpapier. Ik pak er een stukje bij. Ik ga het zo een beetje vouwen op de maat van de bakplaat. Zo. En dan ga ik nu het witte chocola hierin gieten. Daar gaan we. Oh my god. Ah, I love it. Ik vind het altijd zo heerlijk om te zien hoe chocola zich zo een beetje op elkaar stapelt als het gesmolten is. Oh. Nou, als je genoeg chocola erin hebt gedaan, dan hoef je alleen nog maar een beetje zo op de tafel te tappen of gewoon zo te doen. En omdat het gesmolten is, wordt het uiteindelijk wel helemaal plat. Wat we nu gaan doen, nu komt het allerleukste gedeelte, want we gaan het nu versieren. Dus ik pak hier de blauwe kleur erbij. Ga ik dit gewoon hier aan toevoegen in kleine blokjes. Het allereerste blokje. Zo. Tadaa. En er is verder geen patroon in of zo, of een regel voor. Gewoon blokjes zoals jij denkt dat je het wilt. En ook eentje hier zo.
En het hoeft allemaal niet zo heel erg netjes, want zometeen ga ik je laten zien wat je hier uiteindelijk mee gaat doen. De blauwe blokjes zijn klaar en dan gaan we nu precies hetzelfde doen, maar dan met de paarse kleur. Dus dat ga ik er ook eventjes bij pakken. En dit ga ik hier gewoon een beetje tussenin doen. Dus hier eentje, tada! En dan ook hier eentje. En het is wel zo mooi als je het een beetje tussen alle blauwe kleurtjes toe gaat voegen. En hier de allerlaatste. En ze hoeven niet netjes te zijn. Zoals je kunt zien ziet het er eigenlijk helemaal voor geen meter uit. Maar dat gaan we natuurlijk oplossen. En dan pak ik er nu een tandenstoker bij. Tada! En dan gaan we nu swirlen. En het is echt heel erg makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is je tandenstoker gewoon ergens in plaatsen. Zo. En dan ga je het bewegen door dit hele chocolade dingetje heen. Dus zo. En je kan natuurlijk hele gave swirls maken. Of je kan het gewoon een recht lijntje doen. Maar in ieder geval ga er gewoon lekker op los. En maak hele mooie patroontjes. En ik vind het zo ontzettend gaaf, jongens. Kijk hoe mooi een effect dit geeft. Wauw! Ik hou ervan als de kleuren een beetje in elkaar komen te zitten. En op de plekjes waar het nog heel erg wit is, zoals bijvoorbeeld hier, kan je natuurlijk gewoon een kleurtje er een beetje inbrengen door ernaar te swirlen. Zo op die manier. Kijk naar dit patroon. Het is toch gewoon geweldig. Het is een beetje, ja, dat marmeren effect. En het ziet er al helemaal magisch uit. Oké, ik vind het nu al prima. Ja, je moet zelf maar gewoon een beetje besluiten wanneer je het het mooiste vindt. Want het kan natuurlijk zijn dat je te veel doet en dan wordt het gewoon één grote rare kleur. Dus dat is ook weer niet de bedoeling. En dan is het nu sprinkeltijd, jongens. Allereerst pak ik gewoon de glittertjes erbij. En ik vind deze roze kleur echt heel erg mooi. Dus daar ga ik mee beginnen. Ik ga het hier op strooien. Maar een tip is om het niet over het hele ding heen te strooien. Maar in kleine blopjes weer. Want dat ziet er gewoon ietsje mooier uit, vind ik zelf dan. Dus ik ga er een beetje roze op sprinkelen. Wow. En dan doen we het hier. Oh my god! Dat is wel heel erg veel. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar oké, maakt niet zo heel erg veel uit. En dan gaan we het gewoon een beetje losjes eromheen doen. Daarna pak ik de paarse kleur erbij, want die vind ik ook wel heel erg mooi. Wat ik ga doen is ik ga een beetje dicht bij de roze blokjes blijven. En dan de rest een beetje opvullen met paarse sprinkles. En dan heb ik nu deze grote sprinkelballetjes of snoepballetjes. En in plaats van het er gewoon helemaal overheen strooien, doe ik het eerst in mijn hand. Zodat ik iets meer controle heb over waar ze terechtkomen. Dus wat ik doe is ik pak er gewoon een aantal bij. En ik gooi ze er echt ietsje harder in, zodat ze in het chocola komen te zitten. En dan blijven ze wat beter zitten. Ik vul nog even een beetje de lege plekjes op, maar dan vind ik het wel weer prima. En dan ga ik door naar de allerlaatste sprinkles. En die vind ik zelf echt enorm tof. En dat zijn deze. En deze hebben allemaal verschillende soorten vormpjes. Dus ik ga hem openmaken en een beetje zo in mijn hand strooien. En vervolgens pak ik de paarse hartjes erbij. Want die vind ik zelf wel heel erg mooi. En die plak ik er een beetje op, zeg maar, als het ware. Zo. En dan heb ik ook nog witte sterretjes. En die plak ik er ook bij. Zo. En ik heb ook nog roze hartjes. Dus die doe ik er ook hier zo in. Zo, ik wil er niet al te veel van toevoegen. En dan heb ik nog van deze hele kleine balletjes. En die strooi ik er dan gewoon een beetje zo overheen. Tada! En dan is die nu af. En jongens, ik vind hem zo ontzettend mooi geworden. Het enige wat je nu hoeft te doen is het in de vriezer stoppen voor 1 uur. En dan gaan we er gewoon mee verder. Het uurtje is nu voorbij en zo ziet het er uiteindelijk uit. Eigenlijk ja, niet zo heel veel anders dan net. Maar nu moeten we het nog in stukjes breken. In principe kun je het er gewoon zo uithalen. Oh. En ik ga het nu hier zo eventjes op het bordje zetten. En vervolgens haal ik het bakpapier ervan af. Wow. Er kwam bijna een stukje chocola in mijn ogen, jongens. Dat is niet zo handig. De reep is uiteindelijk ietsje dikker geworden dan dat ik had gewild. Dus het wordt een beetje lastig om het af te breken. Maar ik zou zeggen, laten we het toch maar eventjes proberen. Oké, daar gaan we. Oh my god. Oh, je moet echt een hulk zijn om dat te kunnen doen, jongens. Wow. Kijk hoe tof dat eruit ziet. Oké, er zit meteen allemaal chocola op mijn trui. Maar goed, laten we dan maar eventjes niet opletten. Kijk hoe tof de binnenkant eruit ziet. Je ziet echt de kleurtjes en zo aan de binnenkant. En oh my god, ik hou er zo ontzettend veel van. En dan ook samen met de bovenkant ziet het er zo ontzettend tof uit. Echt heel erg mooi en magisch en eenhoornachtig. Nou, ik heb het nu in allemaal verschillende soorten stukjes gebroken. En zo ziet het er uiteindelijk uit. En ik vind het er zelf echt enorm vrolijk uitzien. En dan is het nu natuurlijk tijd voor de uiteindelijke smaaktest. Oh, ik vind het spannend, jongens. 2, 1. Huh. Oh. Mmm, het smaakt natuurlijk naar witte chocola met een beetje crunch. En ik vind het zelf echt enorm lekker. Dus wauw, deze is helemaal geslaagd. Yes!
De vraag van vandaag is, welke smaak is jouw favoriete smaak chocola? Die van mij is Milka Oreo, maar ik ben vooral benieuwd naar jouw antwoord. Dus laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En als je deze video leuk vond, vergeet dan zeker niet om het een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!